Een brandstichting in Eindhoven afgelopen zomer in een woonhuis aan de Moreelse Laan. Een brandstichting met een bijzonder ernstige afloop. Om 3 uur 's nachts was dat ongeveer, hoorden wij mijn broertje heel hard Anne roepen. Dat betekent mama in het Turk, zeg maar. Hij was voor 67% verbrand. Een brandstichting, met zeer grote gevolgen dus. Een zwaargewond slachtoffer, waarbij het maar de vraag is of het helemaal goed gaat komen. En een volledig uitgebrande benedenverdieping. En inmiddels hebben we 1 verdachte aangehouden in dit onderzoek. Een jongen van 18 jaar uit Helmond. Ten tijde van de brandstichting was hij 17. En vandaag vragen we uw hulp bij het vinden van de tweede dader. Wat gebeurde er die nacht? Op verschillende beelden uit de omgeving is dat te zien. Kijk even mee. Het begint om een paar minuten voor 3 s'nachts met het schijnsel van een motorscooter. Die komt vanuit de Permekenstraat aanrijden en rijdt de Van Everdingenstraat in. De 2 die erop rijden stappen af en lopen dan richting de Jan van Skorrelstraat. En als je goed kijkt, zie je dat 1 van de 2 de helm niet afzet. We weten dus niet 100% zeker of dit een jongen is. Het zou ook een meisje kunnen zijn. Misschien zegt dat iemand iets. We gaan verder. Hier ziet u waar de 2 daders nu zijn. Ze hebben de scooter net weggezet en zijn de hoek omgelopen. Verderop ligt de Moreelse Laan, waar het huis van de slachtoffer staat. Hun uiteindelijke doel. Maar eerst lijken ze nog even te moeten overleggen. Ze wijzen in de richting van de Jan van Eyckgracht. Dat is de latere vluchtrichting. Dan rent de dader zonder helm naar de scooter om die op te halen. De ander gaat om de hoek klaarstaan. Het is kennelijk vrij lastig om de zware motorscooter te verplaatsen. Het lukt dan toch om hem om te draaien en blijkbaar klaar te zetten. Dat gebeurt net achter de bladeren, jammer genoeg, net buiten beeld dus. Dan loopt de jongen zonder helm richting de Moreelse Laan. Hij draagt dan iets in zijn handen. Even later zien we het schijnsel van de scooter die gestart wordt. Hij of zij gaat klaarstaan. En dader 2 komt als een speer aanrennen, springt achterop en weg zijn ze. Vol gas gaan ze door de bocht, botsen nog bijna tegen een auto aan en verdwijnen dan echt uit beeld. Er is iets brandends door het raam gegooid. Een 16-jarige jongen slaapt beneden op de bank. Moeder en dochter liggen boven in bed. Als de ergste vlammen door de brandweer geblust zijn, wordt goed zichtbaar hoe heftig de brand was. En hoe levensgevaarlijk. Ik zag mijn broertje. Dus hij liep naar links, naar rechts. Hij wist ook even niet wat hij moest doen. En in een paar seconden dus, waren we buiten, liep hij naar de buren. Waar hij dus ook zijn eerste hulp eigenlijk heeft gedaan. Waar hij onder de douche heeft gestaan. Moeder en dochter hebben geluk gehad. Zij liepen geen brandwonden op. De jongen daarentegen is er slecht aan toe. Meer dan de helft van zijn lichaam is verbrand met 2e en 3e graads brandwonden. Hij kan nog steeds niet lopen en zijn herstel zal nog lang duren. Het huis is voorlopig niet bewoonbaar. Moeder en haar kinderen hebben elders woonruimte moeten zoeken. Binnen is goed te zien hoe heftig de brand was. Alles is verwoest. 1 verdachte zit vast en we zijn op zoek naar de 2e. En omdat niet zeker is wie de 2e verdachte op de beelden is, vragen we uw hulp. Heeft u een vermoeden? Neem dan contact met ons op. Er zijn een aantal interessante aanknopingspunten. Bijvoorbeeld deze helm, broek en schoen. De politie weet uit onderzoek dat de bestuurder van de scooter een soortgelijke helm droeg. Verder weet de politie inmiddels ook dat de andere persoon dit soort schoenen en broek droeg. Hopelijk zegt het u iets. En dan is er natuurlijk de vraag waarom. Waarom moest juist dit huis in brand? Was het doel bewust of een vreselijke vergissing? We krijgen er graag meer informatie over. Denk met ons mee. Ze gebruikten die nacht een motorscooter van het merk Piaggio Skipper. Zegt deze scooter u iets? Misschien in combinatie met de bewakingsbeelden. Weet u wie er rond 21 juli van dit jaar op zo'n scooter reed? We hebben al veel getuigen gesproken in dit onderzoek. Maar als u zich nu iets herinnert en u heeft nog niet met ons gesproken, neem dan alsnog contact op. Elk beetje informatie kan ons helpen die 2e dader te vinden. En dat is belangrijk. Mijn broertje is de jongste thuis. En het was gewoon heel erg om zoiets te zien. Dat hij er zo uitzag. De Piaggio Skipper met de 2 daders reed die nacht mogelijk vanuit het Pieterneefspad naar de Van Everdingenstraat. Daar stopten ze en liepen ze de Jan van Skorrelstraat in.
Na de brandstichting reden ze weer richting de Van Everdingenstraat. Verderop verdwenen ze via de Jan van Eyckgracht. Een bijna fatale brandstichting in Eindhoven. Moeder en dochter kunnen nog net op tijd hun huis uit. De 16-jarige zoon loopt zware brandwonden op, over 60% van zijn lichaam. Eén verdachte zit vast. Wie is de tweede van dit stel op deze bewakingsbeelden? Heeft u een vermoeden? Kunt u iets zeggen over een motief, over mogelijke achtergronden bij deze brandstichting? De daders reden op een groene scooter, een Piaggio Skipper. Tippen kan via de nummers in beeld. Bedankt voor het kijken en het meedenken. En wil je ons ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Misschien kun je ons wel helpen met deze of deze zaak. Bel met je tips 0800 6070.